trying hard to trust you. When you say give me your hand, baby, I'm falling. I hope you catch me when Welkom jongens en meisjes, weer vandaag weer een nieuwe video. Mijn naam is Leanne Burgmeijer en ik ga vandaag een Most Likely tag opnemen. Maar niet alleen. Vandaag ben ik met... Stel jezelf voor. Hi, ik ben Lilian. Lily and D.W. En vandaag gaan wij samen een Most... Veel kijkplezier. Nou, de eerste vraag. Wie reist er het meest? Net als jij dat bent. Ja. Afrika, Indonesië. Ja, en ik ben meer door Nederland, maar dat is met de trein en zo. Dus niet echt reizen. Ik ben een echte Hollander. Ik ben een echte Hollander. Oké, next. Wie is de meest dronken persoon op een feestje? Ik denk dat ik dat ben. Ik ga niet uit, dus. Nee. Ja, ik drink niet zoveel, maar gewoon een feest, gewoon een plezierdrinker. Oké, next question. Wie lacht er op het verkeerde moment? Ja, wie is dat? Ik denk dat ik dat ben. Denk ik, voor mezelf. Ja, ik heb het ook. Ik kan niet inschatten wanneer een moment awkward is of niet. Dat is zo. Ik heb dat wel. Ik lach altijd eigenlijk, dus. Weet je, allemaal van die momenten dat je echt iemand van de fiets flikkert of zo. Dan lig ik helemaal in de neus. Ja, daar kom je niet meer bij. Dan ga ik eerst lachen en dan ga ik iemand helpen. Ja. Oké, vraag over de vraag. Wie zou er een week niet kunnen douchen? Dat ben jij. Ja. Dat ben sowieso... Maar dat is niet in Nederland. Als ik bijvoorbeeld in de jungle zou zijn, dan zou ik een week niet kunnen douchen. Maar in Nederland, ik douche elke dag. Cool. En deze douche 2-3 keer. Ik douche echt 2-3 keer per dag. Maar in de jungle ben je toch alleen? Tenminste, ja, misschien met 2-3 mensen of zo. Maar ik zou dan echt gewoon water opzoeken om ergens voor mij echt te wassen. Of zo. Ja, maar als het echt niet mogelijk is. Kijk, een douche is echt een douche, hè, zo. Ja. Een douche is echt een douche, hè, zo. Ja, oké. Dat is wel erg. Oké. Volgende vraag. Wie heeft de raarste, leukste trucjes die hij kan? Zoals tong oprollen en zo. Nou. Kan jij dat? Ik kan geen tong oprollen. Ik ook niet. Maar heb je nog ander trucje of zo wat je kan? Nee, ik kan niks met mijn tong. Ik denk dat ik dat ben. Ik denk dat ik wel de meest gekke trucjes kan. Met je tong. Nou, niet met mijn tong, maar gewoon in het algemeen. Gewoon de raarste trucjes. Ik heb een split in mijn tong, bijvoorbeeld. Hoe kom je daar dan weer aan? Ja, dat weet ik ook niet, ik ben geboren. Ja hoor, laat het zien. Ik heb een split in mijn tong. Oké. Ja, we veranderen de vraag maar eventjes, want anders kunnen we het echt niet beantwoorden. Next question. Ja, wat? Oké. Ik heb een koude mes, sorry. Wie zou er eerder in zijn broek plassen van het lachen? Ja, dat ben ik. Ik heb het al gehad, hè. Echt? Het was bij de ik flat. Ik ook. En toen moest ik zo hard lachen op Davy. Was eigenlijk fiets tegen dat paaltje. Toen kon ik echt niet meer inhouden. En als op de bek ging ik appellen met de skilers. Ja, toen ook zo. Moest ik ook bij de broek plassen van het lachen. Oké. Vraag 6. Wie zou er een week zonder een mobiel kunnen? Ja. Because I have done it in Africa. Ja. Zit je gewoon lekker een week zonder telefoon? Of misschien wel 3 weken, misschien een maand. Ja. Geen internet. Op zich is het wel lekker hoor. Ja, maar ik zou het echt niet kunnen. Nee. Social media verslaafd. Dus nee, ik ga het echt niet volhouden, denk ik. Wie heeft er het meeste conditie? Hartpijn. Ja, ik weet niet. Jij hebt ook wel een goede conditie hoor. Ja, maar jij bent niet buiten. Ik sport niet. Ik fiets elke dag naar school. Ja, maar jij bent niet echt dood als jij van de trappen afkomt. En ik ben echt... You kidding me? Heb je nooit mij gezien? Nee. Ik val... Mij gezien? Nee. Ik val gewoon bijna flauw van die trap op school. Ja, ik ook. Nou, eigenlijk 50-50. 50-50, ja. Oké. Volgende vraag. Vraag 8. Wie eet er het meeste... Wie eet er het meeste? Ja, kijk wat ik net op heb. 2 bapauwbroodjes en een hele pizza. Ja, oké, dat is waar. Ja, inderdaad. Oké. Maar niet op school. Op school ben ik echt een vreedzak. Nee, op school. Ik eet ook mijn boterhammen, maar ik eet ook snoep. Ja, oké, dat is waar. En ik eet niet zo heel veel snoep eigenlijk. Nee.
Nee, meer brood. Echt heel veel brood eigenlijk. Ja, met geitenkaas. Met geitenkaas. Trouwens, sorry mensen. Ik hoop echt niet dat mijn stem echt erg is, want ik ben echt verkouden. En mijn neus zit echt helemaal vol in mijn hoofd en alles. Ja. Vraag 9. Wie heeft er de meeste relaties gehad? Geen twijfel over mogelijk. Echt, hè? Hoeveel heb je er gehad? Ja. Met jongens erbij? Ja. Ja, ik denk wel een stuk of 15. Ja, serieus? Ik mag geen grapje. Ik ben wel vanaf groep 5, hè? Groep 6. Ja, maar dat zijn geen echte relaties. Oké, okay, zonder de kindrelaties. Oké, okay, dan zijn het er wel een stuk 5. Vind ik nog best veel. Denk ik, ja. 3 jongens en 2 meisjes. Ja. Ja. En ik... Je hebt één relatie gehad. Ik heb één relatie gehad, ja. En ik 5. Dus ja, ik heb echt meerdere relaties. Ja. Volgende vraag. Wie zou de jungle overleven? Leanne, zeg je nou serieus? Nee, het is een grapje. Dus ik wou zeggen, you just turned into Boer Betty. Ja. Betty, hoe heet ze? Boerin Betty. Boer Betty. Ja, oké. Ik denk dat jij wel de jungle zou overleven. Ja. Ja. En waarom? Ja, omdat jij gewoon... Je reist ook nu naar het buitenland. De jungle. Ja, en... Ja. Weet je, ik zou het wel leuk vinden, maar dan zou ik het meer leuk vinden om er lekker aan het strand te liggen en niet echt te gaan werken of zo. Ja. En ik denk als ik daar ga liggen, dat ik dan een week wel zat ben. Ja, en ik zou ook wel verbrand zijn als een kreeft. Dus ik denk dat ik het wel zat zou zijn na een paar dagen. In de jungle zijn bomen. Ja, maar die strand toch niet? Misschien heb je geen strand. Nou, is die jongens wel. Althans, bij expeditie op soms wel. Oké, next. Vraag 11. Wie heeft er later het meeste succes? So sweet. Nou. Waarom? Nee, dat jij dat bent. Ik denk, ja, waarom? Omdat jij nu ook gewoon heel erg met muziek bezig bent. En gewoon met Insta en gewoon met je werk en met je opleiding. En ja, maar met jij je bent reist ook veel. En... Jij bent ook serieus met je leven. Met mijn leven? Dat is echt zo. Ja. Ja. Nou ja, ik denk dat jij wel meer succes hebt later, denk ik. Dankjewel. Denk het wel. Ja. Ja, als mensen zouden vragen waar zie je jezelf over 10 jaar? Nee, dat zou ik niet weten. Ik zou het eerlijk gezegd ook niet weten, want mijn leven die is zo... Ja. Dus, ik weet het niet. Ik zie me wel verder met muziek. Ja, dat is meestal wel mijn droom. Dat is mijn doel. Ja, en ik zou wel heel graag gewoon in de beveiliging verder willen. En ben in de gevangenis. Dan kom je mij beveiligen. Ja, als jij dan... optredens hebt, dan ga ik jou gewoon beveiligen. Ja. Oké, vraag 12. Wie kan er het meeste drinken qua alcohol? Ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik denk dat ik al ben. Definitely. Maar jij drinkt niet. Niet veel. Nee, ik. Het is ook niet dat ik echt elke dag dronken thuis kom. Of als ik uitga, dat ik echt niet meer kan lopen. Maar... Ja, maar ik denk dat het ook heel anders is als je uitgaat. Bijvoorbeeld, ik ga niet uit. En Janne wel. Ja. Dus dan drink je automatisch meer, denk ik. Ja, denk het wel. En je krijgt ook heel veel, weet je wel. En ook omdat ik nu natuurlijk 18 ben en jij nog niet. Dus ja. Almost. Ja, maar dan ga ik bijvoorbeeld naar mijn werk. Als ik dan vrijdag moet werken, dan ga ik bijvoorbeeld naar de supermarkt. Dan haal ik slaat ze gelijk in. Ja. Ja, en dan ga ik indrinken thuis en dan naar de stad. Echt? Ja, want ze betalen gewoon superveel in de stad, hè? Weet je hoeveel dat scheelt? Oké, volgende vraag. Stel, je had een weddenschap verloren. En je zou dus op een dag 2 pakjes sigaretten op moeten roken. Wie zou dat dan doen? Ja, want ik rook. En jij niet. Ik niet. Zou ik eigenlijk, hè? Ja, maar... Nee. Maar ik rook, dus dan... Ja, jij rookt niet. En voor een niet-roker is dat denk ik kutter om te doen. Alles voor mij. Ja, ik zou het niet doen. Ik zou over mijn nek gaan, denk ik. Ja. Nee, ik zou er ook wel moeite mee hebben met 2 pakjes, maar... Ja, toch wel? Ja, ja. Ja, 1 pakje gaat nog wel, maar ik denk, als ik echt, terwijl ik echt denk echt gewoon dat ik echt hoofdpijn ga hebben en zo. Ja. En dat ik gewoon echt 's nachts ga hoesten, want ik heb nu al die verkoudheid en zo. Wat ik dan nu zou moeten doen, dan zou ik gewoon de hele nacht niet slapen. Ja. Dat ik gewoon moet hoesten.
Ik heb nu als ik één pakje sigaretten rook op een dag. Waarom stop je niet? Ja, dat kan ook niet. Oké, de volgende vraag. Wie stapt er eerder naar een leuk persoon? I know. Nee, jij durft dat niet. Ik durf het niet. Jij... Ik ben een beetje verlegen. Ja. Maar ja. Dat is niet altijd hoor, maar ik heb meer zoiets van scheid. Ik leef maar één keer. Ja. Denk ik. Misschien, ik ben wat voorzichtiger. Ja. Je bent inderdaad wat terughoudender eigenlijk. Ja. Meer dat je op jezelf past. Klopt. En ik kijk natuurlijk ook wel uit. Leon is like, hallo. Yeah, you're nice. Can we meet? Nee, ik ben wel iemand die dan gewoon op afstap en gewoon een praatje doet en gewoon een drankje aanbiedt of zo. Ja. En vooral bij het ijs uitgaan of gewoon op school minder, maar ja. Ja, dat is zo. Mijn werk maar ja, ik denk sowieso als meisje, tenminste ik als meisje ga echt niet naar een jongen toe van, hey, you're nice. So. Ja, en ik ben natuurlijk, ja. Ja, bij mij kan ja, het gewoon. Ja, wat ben ik eigenlijk? Nee, ja, ik doe het gewoon, weet je, het is gewoon mijn, ik ben wat vlotter. Wat vlotter en ja, toch meer een beetje van man, meer wat mannelijker over mij. Dat ik gewoon kan zeggen, ik ga naar diegene toe. Dus ja. Ja, ik denk dat het ook inderdaad wel anders is. Bijvoorbeeld, ik ben hetero en zij is lesbi. Ja. Dan, dat vooral werkt vrouwen. Anders, denk ik. Ja. 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 Oké, okay, next. 15. Stel, jullie zien een opaatje vallen midden op een drukke weg. Wie zou het eerst helpen? Ik denk dat jij dat bent. Ja. Jij bent behulpzamer. Niet dat ik gewoon niet behulpzaam ben. Jij zou in je broek lachen van plassen. Ja, ik zou wat eerder... Dat was geen goed Nederlands. Nee. Jij zou in je broek plassen van het lachen. Ja. Ja. Ik denk dat ik... Ik zou ook wel helpen, maar... Ik zou eerder afwachten tot iemand anders gaat helpen. Heel lullig van mezelf, maar... En ik weet ook wat ik dan doe, maar... Ik denk eerder aan mijn eigen veiligheid denken. Laat ik het zo zeggen. Als een drukke weg zou wezen, als ik in één keer over ga steken, kan ik ook aangereden worden. Liggen er twee mensen op de grond. Ik zou echt heel snel van mijn fiets afstappen. En naar die oude man toe lopen en zeggen, oh meneer, gaat het? Kom, ik help je even over. Ja. Ja, ik zou dan bijvoorbeeld ook wel denken van, ja weet je, ik kan nu oversteken. Maar dan zou ik zelf ook aangereden of zo. Ik zou dan bijvoorbeeld eerst mijn eigen veiligheid doen en dan pas naar die man toe. Tuurlijk zou die man ook willen helpen, maar ik denk dat jij daar wat meer mee bent van. Welke persoon is het meeste open? Moeilijke. Nee. Ja, Ike? Ja. Jij bent echt open. Dan denk ik het ook. We moeten eigenlijk tegelijk die blaadjes maken. Ja. Maar nee, jij bent het meeste open. Ja? En zoals wat dan? In alles. Gewoon tegen iedereen dan? Ja. Ja. Ja, weet je, dus ik heb niet echt geheim of zo. Ja. Nou, het is ook niet echt geheim of zo. Nee, het is meer dat ik gewoon maar over mijn gevoelens kan praten. En ook gewoon, ja. Ik doe dat niet zo heel snel. Ik ben meer een persoon die luistert en zo. En stel die andere persoon heeft hulp nodig, dan ben ik daar gewoon. Maar ik ga niet uitgebreid over mijzelf vertellen. Nee, en ik ben dan weer wel. Ja. Ik kan eigenlijk al met iedereen goed opschieten en... Ja, maar dat is mijn probleem niet. Nee, maar ik bedoel, ik stap meer eerder naar iemand toe van, goh, ik heb een probleem of dit of dat. En dat is mijn probleem. Vertel mijn verhaal, ja. Can you help me? En ik denk dat jij eerder denkt van, eerst vertrouwen opbouwen voordat je iets tegen de persoon gaat zeggen. 100%, ja. Daarom. En ik heb ook wel vertrouwen, maar ik heb vertrouwen mensen sneller. Ja. Oké. Volgende vraag. Oh, dat was wel heel serieus gelijk. Ja. Wie zou er eerder vreemd gaan? Tegelijk opsteken. Het is niet tegelijk. Ja. Ik ben. Ja, ik zou nooit vreemd gaan, echt niet. Ik vind als je een relatie hebt, wees dan. Hoe zeg je dat? True. Eerlijk naar die persoon toe. En oprecht en faithful. Hey, maar dan voel ik me echt achterover geschoven. Wat heb mijn voetje op dat papier gestopt? Of mijn naam op papier gestopt. Weet je. Ja, nee, ja weet dat vind ik. Ja, weet je, het is, ik, als ik ook echt van iemand hou en gewoon 100% voor die persoon wil gaan, dan doe ik dat ook gewoon. Alleen bij mij is wel van, als je mij echt diep gaat kwetsen en op dat moment mij echt teleurstelt. En krijg je gewoon payback. Ja, dan heb ik gewoon zo van, ja, dan ga je het voelen ook. Als je het niet wil aanhoren, dan ga je het voelen. Klaar, als ik tegen jou gezegd heb dat je me de pijn mee hebt gedaan en... Vervolgens doe jij er niks mee en je gaat gewoon verder, weet je wel. Dan denk ik wel weer van, weet je, dan houdt het voor mij ook op. Dan ga ik een mogelijkheid zoeken om weg te kunnen.
Ja. Als het niet de mogelijkheid is om het gewoon te kunnen vertellen, snap je? Ja. Als je bijvoorbeeld niet hebt zin hebt in problemen, weet je wel. Of zin hebt om te zeggen, ja sorry, maar ik kap ermee, weet je wel. Ja. Het is echt slecht voor mij, maar ja, het is voor mijn eigenschap, denk ik. En aangezien ik echt vrouwenfan ben. Oh. Nee, grapje mensen. Dit is een joke. Maar nee, ik... Tuurlijk, ik zou het ook echt niet leuk vinden als mensen bij mij vreemd gaan of iets in die richting. Maar ik denk dat ik wel eerder ben dan jou in ieder geval. Laat ik het zo zeggen. Ik ga denk ik eerder vreemd als haar. Het is niet dat ik vreemd ga, maar als ik vreemd zou gaan, ben ik wel de eerste die dat doet, denk ik. Ja. Ik zie het ook niet voor je omdat dat jij dat doet. Eerst nog een vriend krijgen überhaupt. Ja. Maar... Oké, next. Nou, dat is de volgende vraag. Wie zou er eerder een vriend of vriendin krijgen? Het is best wel erg, want we doen bij deze most likely teken allemaal dezelfde dingen eigenlijk, omdat we elkaar zo goed kennen. Ja. Maar we gaan niet echt allebei een ding of zo. We kennen elkaar best wel goed. Ja, we kennen elkaar heel goed. Dus ja. Maar nee, ik denk dat ik wel eerder inderdaad. Maar gewoon omdat ik er meer naar mensen toe ga eigenlijk. Ja, dat is ook weer. Ik zoek meer contact. Dat is de vorige vraag, want die mensen afstappen en zo. Ja, dus ik denk dat ik dat ben en daardoor ook sneller een relatie zou krijgen. Ja. Ja. Dan hebben we nog een vraag. Wie zou er eerder in aanraking komen met de politie? En waarom? Goh, die is echt lastig. Die is niet lastig. Oh. Nee. Die is echt niet lastig. Ja, en wat dan wel niet? Zie je mij op het politiebureau zitten, waarom? Wat heb ik gedaan? Ik heb een misdaad gepleegd. Ja. Dan zou je daar eerder voor die agenten gaan. Dat zou ik eerder voor mijn klant. Dat is wel echt zo. Dat is wel echt ja, als ik die politievrouw is, die echt knap hoor. Ik zweer het jou hier in de wijk. Ja, niet de wijkagent, maar... Maar jij rijdt sneller zonder licht. Ja. En zo. Ik rest er niet zoveel om eigenlijk. Ja. Weet je, ik denk al mijn 50-50% kans. Dus ik pak gewoon die andere kans. Ik pak gewoon de kans waar... het is 20% dat je het pakt, maar 80% niet. Dan ga je toch voor de 80%. Dat is toch de meeste kans dat je gewoon... Of je gaat voor je eigen veiligheid. Net als bij het opaatje. Ja, dat kan ook, maar dat is niet het geval dan. Op het moment dat ik ga niet, nee. Ja. Vraag 20. Maar lieve schat, als je met rood licht fietst, dan word je niet zomaar opgepakt. Dan krijg je een boete. Opgepakt is echt als je iets gedaan hebt wat niet mag. Maar ik ben nooit opgepakt geweest, ja. Eén keer dat ik mijn nummer moest afgeven, mijn naam en mijn adres. Maar je bent... Maar dan was ik gewoon met de katten kwaad. Dat was niet echt dat ik iemand gestoken heb ofzo, of... Nou, dat is gewoon... Opgepakt, ja, opgepakt. Waarom is het eigenlijk opgepakt? Aangehouden misschien is beter. Ja, aangehouden, dat ben ik dan wel sneller. Ja. Dat jij eerder opgepakt wordt. Waarom? Nee, grapje. Nee. Opgepakt, allebei eigenlijk niet eigenlijk. Nee. Maar aangehouden ben ik. Wie van jullie heeft altijd de gekste en leukste ideeën? Ja, ja? En waarom dan? En dan doe je wel mijn bordje erbij. Because you're crazy. Hebben we Nee, ja. Prettig gestoord noemen we dat. Nee. Of gewoon echt gek. Nee, weet je, het is niet dat ik meer dat ik ben van... Ik doe gewoon iets waar ik zin in heb. En gewoon en dat jij meer denkt van hoe anderen zullen het vinden of... Nou, dat niet per se. Kijk, als ik bij mensen ben die mij echt goed kennen, dan... kan ik met leuke ideeën komen. Yeah. En kan ik gek zijn en zo. Maar als ik mensen niet zo heel goed ken, of die kennen mij niet persoonlijk, dan weet niet, dan ben ik gewoon een beetje stil. En dan... Terughoudend. Ik kan het de boom kijken. Yeah. Ja, en bij mij is meer een beetje van, als ik bijvoorbeeld zeg van, oh, we hebben bijvoorbeeld tussenuur of zo. En dan zeggen jullie eigenlijk al als normaal, bijvoorbeeld, wij gaan Dirk of zo, weet je wel. En dan komt Leanne met, kom, we gaan de kapper. Ja, bijvoorbeeld, weet je wel. Ik heb wat van die dingen dat mensen denken van, of zo. Ja, ik ben altijd wel echt de persoon die gek is dan op dat moment. En dat jij meer iemand bent van, ja. Je kan ook wel gek doen, ja. Maar dan gewoon bij echt mensen die, ja, die je al een aantal jaar kent of zo. Ja. Oké, dat was de video weer. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Zowel doe even een blauw duimpje omhoog. En vergeet natuurlijk niet te abonneren op ons kanaal. Want zij heeft ook een kanaal. En daar komt alles over te staan van muziek en covers. Dus haar Insta. Mijn naam. Ja. En ook haar Insta naam. Daar kun je haar ook op vinden.
En ik zal ook eventjes onze Insta en Snapchat en Facebook namen onderin in de beschrijving zetten. Zo kunnen jullie ons op volgen en ons in de gaten houden. En wanneer er weer een nieuwe video online komt, zal ik het ook allemaal vermelden op mijn social media. Dus in ieder geval bedankt voor het kijken en later. I just wanna show you your eye. You should let me love you. Let me be the one to give you everything you want and need. Baby, good love and protection. Make me your selection. Show you the way love's supposed to be. Baby, you should let me love you.